Onder het motto Heel Keldonk Beweegt kwamen de inwoners van dit dorp zondag in actie voor het Duchenne Pern Project. Aanleiding is dorpsgenootje Boas, die de ziekte van Duchenne heeft. Om 11 uur zaten we al in de kerk. Dat trad Bacanto op, ons jeugdkoor. Vervolgens zijn we naar het schoolplein gegaan, waar mensen appeltaart gebakken hebben en gebakjes en koffie verkochten. Ook optreden van Mad Science. En vervolgens konden ze weer doorlopen naar de Sluisweg, waar een luchtkussen stond en een soort dartvoetbalspel luchtkussen waar ze tegenaan kunnen scuppen. En snoepkraam, Ranja konden ze er krijgen. En achter mij is nu, zijn we op het molenterrein van de Korenmolen De Hoop. En daar staan verschillende verenigingen en mensen iets spulletjes te verkopen of gewicht te raden of enveloppen te trekken. En Bende bij de Band die heeft de muzikale ondersteuning vandaag. Ja, daar kunnen ze ook nog verzoekplaatjes bij aanvragen. Ja. En dat allemaal, het moet geld genereren natuurlijk. Uiteindelijk moet alles geld opleveren. Dat is eigenlijk de insteek van vandaag en allemaal voor het Duchenne Parent project. En dat doel is goed gekozen. Want het zou je maar gebeuren dat je als gelukkig gezinnetje op een dag slecht nieuws te horen krijgt. Onze zoon heeft de ziekte van Duchenne. Een spierziekte die progressief is en waarbij hij langzaam al zijn spierkracht verliest. Dus ja, veel pijn en verdriet daarom. Ja. Voor de ontwikkeling van medicijnen is sowieso veel geld nodig. Maar dat niet alleen. Los van het ontwikkelen van medicijnen gaat het geld ook naar ontwikkelen van andere hulpmiddelen voor mensen met Duchenne. Bijvoorbeeld een hoesmachine of noem maar op. Dus ja, heel belangrijk dat er veel geld wordt opgehaald. Want hoe oud is Boas nu? Hij wordt 28 oktober, wordt hij 4. En merk je nu al dat er al een aantal zaken zijn die hij niet kan? Ja, hij kan geen lange afstanden lopen. Opstapjes kan hij niet maken. Opstaan is erg lastig voor hem. Traplopen kan hij niet. Ja, en zo zijn er nog wel wat dingen die heel lastig zijn. Hij is heel veel vermoeid, want het kost hem heel veel energie om alles te doen. Op bed klimmen kan hij bijvoorbeeld niet. Dus er zijn toch al wel wat dingen, ja. Ja. Robin, wat vind je ervan dat het dorp vandaag in beweging komt? Speciaal voor Boas en alle andere mensen die aan deze ziekte lijden. Ja, voor ons is het heel fijn dat over een week of 4... wordt Boas 4 jaar en gaat hij naar de basisschool. Dus op deze manier mag het hele dorp kennis maken met Boas en wie Boas is. Op zo'n dag als vandaag komt de familie even op adem. Even ontspannen en genieten, met z'n allen. En de voorlopige opbrengst voor het Duchenne Parents Project bedraagt 2000 euro.